Super. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké. Je armen gaat voor je lichaam langs. En je geeft een beetje trek met die armen. Heel goed. Hou even vast. Super. En wissel van arm. Oké, super. We gaan met onze benen beginnen. Kijk of je ze een stukje omhoog kunt bewegen. 10 keer per been. Heel goed. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. We gaan proberen om de hoogste appel uit de boom te pakken. Strek je arm omhoog uit en probeer zo hoog mogelijk die appel te pakken. Oké. En je andere arm. Goed zo. Probeer zo ver mogelijk omhoog te strekken. Super. En nog één keer met twee armen tegelijk. Oké, heel goed. Bij een warming-up is het ook altijd belangrijk om je hartslag een beetje omhoog te krijgen. We gaan nu een aantal oefeningen doen die ervoor zorgen dat je hartslag een beetje omhoog komt. We gaan beginnen met boksen. Je handen worden vuisten en je probeert ze naar voren te stoten. Goed zo. Hou vol. Of met één hand of met twee. Kijk even wat lukt. En probeer te blijven stoten. Super. Heel goed. Oké, en even rust. Diep ademhalen. Oké. Gaan we kijken of we met onze benen naar buiten en naar binnen kunnen. Kijk of het haalbaar is. Met je voeten een stukje naar buiten en weer naar binnen. Een stukje naar buiten en weer naar binnen. Goed zo. Oké, heel goed. En even rust. Diep ademhalen. Hebben we nog een oefening met onze armen? Maak weer vuisten en we gaan ze nu omhoog stoten. Kijk welk wat haalbaar is. Als je handen niet zo hoog komen, dan hou je ze wat lager. Je kunt daarin afwisselen. Goed zo. Oké. En weer even rust. Wij pakken even een ballon erbij. Dus als jullie een ballon hebben, dan mag je die erbij pakken. Ik heb er weer ook één. Gaat het goed? Ja? Gelukkig. Pak je ballon. Als het lukt met twee handen, anders met één en tegen je buik. En probeer een beetje druk te geven. Dus duw hem in. En weer los. Duw hem in. En weer los. Maar dat kan ook zo. Duw hem in. En weer los. Als het goed is, voel je dat je dan kracht moet zetten op je armen. Super. Oké, en rust. De ballon gaat naar voren. En we gaan van links naar rechts. Super, kijk hoe het lukt. 3, 4, 5, 6, 7,
9. En 10. Oké, super. Nu gaat de ballon omhoog. En naar je knie. Omhoog. En naar je knie. Goed zo. 3. 4. Super. 5. 6. Mooi. 7. 8. 9. En 10. Oké, even rust. Haal diep adem. Ik ga een klein stukje opzij, want ik heb iets meer ruimte nodig. Pak de ballon in één hand omhoog. Pak je andere hem over. En weer naar beneden. Heel goed. 2. 3. 4. Super. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oké, mooi. De ballon gaat naar boven en zo ver mogelijk naar voren. En weer omhoog. Zo ver als het gaat naar voren. En omhoog. Goed zo. Naar voren. Nog eentje. Oké, heel goed. Laatste oefening met de ballon. Kijk of het je lukt om hem omhoog te gooien. En nog een keer te vangen. Kijk maar eens hoe het gaat. Een keertje omhoog. En proberen te vangen. Anders is het dadelijk feest met al die ballonnen binnen. Al die ballonnen door de kamer. Goed zo. Is hij gevallen? Dat geeft niks. Dan laat je hem gewoon liggen, want we hebben hem niet meer nodig. Dus hij mag aan de kant, de ballon. Hoe gaat het binnen? Gaat het goed? Kan ik even misschien een duim omhoog krijgen als het goed gaat? Ja, super. Mooi. Maar omdat jij natuurlijk zwemt, had ik bedacht dat we misschien ook wat zwemoefeningen kunnen doen. Dus ik wilde graag de schoolslag gaan doen en de borstkalbenen. Goed? Nou, laten we ze apart doen. We beginnen met het maken van een schoolslag. Ja, dat kun jij misschien beter uitleggen dan ik. Naar voren, opzij, naar achter en weer naar voren. Heel goed. Als het zeer doet om je armen wat hoger te houden, probeer ze dan gewoon wat lager te houden. Dan kun je die beweging hetzelfde maken. Nou, nog even vol. Probeer het nog een keer, de schoolslag. Oké, en even rust. Dan doen we de benen apart. Ja? Als het je lukt om je benen vooruit te steken, dan probeer je dat. En dan ik weet niet of jullie mijn voeten kunnen zien, dus ik ga iets verder zitten. Probeer eens een beetje omhoog en omlaag te bewegen. Net zoals je bij de borstkral zou doen. Klein beetje omhoog en omlaag. Ja, heel goed. Dus wil ik mijn hele leven bij je zijn. Oké. Zo, kom eens naar voren. Kan ik jullie ook zien? De volgende oefening is de borstkram met de handen. Dus je arm gaat naar achter, omhoog en naar voren. Naar achter en naar voren. Heel goed. Super. Rustig aan. En als het moeilijk is, dan maak je de beweging gewoon ietsje kleiner. Of iets lager.
rondje. Kijk, heel goed. Kan ook. Gewoon wat voor jou goed voelt. Super. Oké, gaan we nog één keer de benen bewegen. Steek ze naar voren en probeer ze kleine stukjes omhoog en omlaag. Mooi, heel goed. Probeer nog even vol te houden. Mis je het zwemmen al? Mogen we weer begonnen, dat is fijn. Oké, en even rust. Is het nog goed te doen voor jullie? Is het leuk? Heel leuk. Nou, daar ben ik blij om te horen. We hebben nog 3 oefeningen. En die gaan we steeds proberen om een minuut vol te houden. En je mag ze zo snel doen als je zelf wil. Dus je mag zelf kiezen hoe snel of hoe rustig je de oefening doet. We beginnen zo meteen met zo ver mogelijk naar voren te hangen. En de armen omhoog. Zo ver mogelijk naar voren. En omhoog. Ja, heel goed. En kijk of je je armen misschien mee kunt nemen. Super. Eigenlijk doen we gewoon de wave met z'n allen. Hou nog even vol als het lukt. Naar voren en omhoog. Hiep, hiep. Hoera. Heel goed. Is er iemand jarig vandaag? Nee, jammer. Oké, en even rusten. Zorg dat je weer goed even diep ademhaalt. Daar in dat kleine café aan de haal. De tweede oefening die we gaan doen. We zetten onze handen voor ons en we gaan weer van links naar rechts draaien. Niet meer mee. De toog is heel goed. Toch van links naar rechts. De voetbalclub hangt aan de muur. Kijk zelf welk tempo fijn de is. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Super. Heel goed. Dat is er niet duur. Mooi. Een mens is daar, mens rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame. Hou nog even vol. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Oké, en even rust. Diep ademhalen. Daar in dat kleine café. Oké. Goed, de laatste oefening is er nog eentje voor de benen. Dat is weer het knieheffen. Maar dan nu met 2 benen tegelijk. Dus met 2 benen tegelijk. Een stukje omhoog en weer naar beneden. Gaat dat niet, dan doe je het met 1 been. Dat is helemaal goed. Kijk even wat haalbaar is. Juist. Daar belt je geld of wie je bent niet meer mee. Hou vol als het nog gaat. Die zijn tussen 2 glazen bier opgelost. Oké. En even rust. Op de goed gedaan. Rand van een bierviltje staan.